Dames en heren, beste partners, beste klanten, beste collega's, van harte welkom. 2013 was voor ons, voor Bawase Insurance, een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarop we met veel tevredenheid en trots op terugblikken. Zometeen duiken we in de cijfers van 2013, maar ik zou nu eventjes willen stilstaan bij de meest markante momenten uit dat jaar. En laat ons beginnen met 21 januari, de dag van de fusie tussen Mercator en Atheus, de dag ook van de lancering van onze nieuwe naam, Bawase Insurance. We vertrokken natuurlijk met een naamsbekendheid van 0%. Ondertussen, naar het einde van het jaar toe, is bijna 1 op 2 Vlamingen zeer bekend met Bawase Insurance. Eind februari van 2013 hebben we onze nieuwe levend productengamma in de markt gezet. Met daarbij ook de nieuwe tool My Bawase Life. En later op het jaar hebben we onze nieuwe brandproducten gelanceerd. Het is een bewijs dat we continu bezig zijn met de vernieuwing, de innovatie van ons product- en dienstenaanbod en van onze informatica-platform. In maart zijn onze medewerkers van Brussel verhuisd en hebben ze een nieuwe locatie ingenomen in het centrum van Brussel, een echte toplocatie. Het bewijs dat wij absoluut op de lange termijn willen investeren in gans België. In mei hebben we de vroegere Ronde van België in het wielrennen herdoopt tot de Bawase Belgium Tour. Een sportief hoogtepunt waar ook wij natuurlijk van profiteren om onze naam extra in de verf te zetten. En in september volgde dan de opening van onze kantoren in Hasselt. Om een nog betere, nog persoonlijkere service te kunnen geven aan onze partners en onze klanten in de regio Hageland, Limburg en Kempen. En tenslotte hebben we in december onze Bob-campagne gelanceerd. Vanuit het motto Uw veiligheid, onze zorg staat bij Bawase Insurance alles in het teken van preventie en veiligheid. En wij profiteren van de vrijdagen de 13e om dat nog eens extra in het zonnetje te zetten. Ook financieel is 2013 voor Bawase Insurance een uitstekend jaar geweest. In een jaar waarin we heel veel aandacht voor de integratie binnen onze maatschappij hebben gehad, zijn onze resultaten en onze omzet toch boven het marktgemiddelde gestegen. Ons resultaat over 2013 is uitgekomen rond de 100 miljoen euro. En dat is een sterke verbetering ten opzichte van het resultaat in 2012. Deze verbetering werd veroorzaakt door enerzijds een verbeterde rentabiliteit van onze verzekeringsportefeuilles en anderzijds een beter klimaat op de financiële markten. In bijgaande tabel ziet u onze resultaatsontwikkeling van 2008 tot 2013. Hierin ziet u vooral ook de effecten van de financiële crisis, die natuurlijk ook bij ons een dipje in het resultaat hebben betekend. Maar wat ook opvalt is dat de resultaten altijd positief zijn geweest. En dat kun je toch niet als algemeen marktbeeld zien. Die continue winstgevendheid en de daarmee gepaardgaande goede solvabiliteit maken dat makelaars en klanten de weg naar Bawase Insurance steeds beter weten te vinden. Achter mij ziet u de omzetontwikkeling van Bawase Insurance over dezelfde periode 2008 tot 2013. Onze omzet in 2013 is nagenoeg gelijk gebleven, waar de totale markt met 16,2% is gezakt. Kortom, een mooie prestatie. U ziet ook de verhoging in 2011. Dat komt omdat dat het jaar is waarin we voor de eerste keer Atheus meetellen in de cijfers van Bawase Insurance. U heeft er vast al veel over gehoord. De levenmarkt in 2013 kreeg rake klappen. Vooral veroorzaakt door de lage rentestanden op de markt en de nieuwe taksen die in januari 2013 werden ingevoerd door de overheid. Dat heeft betekend dat de levenmarkt in België een dramatische ontwikkeling van de omzet van min 25,9% heeft gekend. Daarin is Bawase Insurance goed overeind gebleven met een daling van slechts 5,4%. Die solvabiliteit en die omzetontwikkeling worden ook gestimuleerd door een mooie winstdeling die wij in januari 2014 over 2013 aan onze klanten gaven. U kunt dat zien achter mij. Dat was een winstdeling die opliep tot 3,25%. In het segment schadeverzekeringen kenden we voor het vijfde jaar op rij een groei boven het marktgemiddelde. Bawase Insurance groeide met 3,1%, waar de markt groeide met 2,3%. Groei is belangrijk, maar nog belangrijker is de rentabiliteit van onze portefeuille. Ons combined ratio kwam uit op 93,5%, een maatstaf voor de gezondheid van de portefeuille. Samengevat kunnen we stellen dat 2013 voor Bawase Insurance een uitstekend jaar was. Een jaar waarin veel inspanning is geleverd voor de integratie, die voor een belangrijk deel nu is gebeurd. Een prima omzetontwikkeling, een prima resultaatsontwikkeling
En een solvabiliteit met 327% die ruim 3 keer het vereiste niveau betreft. En wat brengt ons 2014 dan? In ieder geval zullen alle Baloise Insurance medewerkers zich extra schrap zetten om aan de makelaars, aan de partners en aan de klanten de best mogelijke service te bieden. Met een luisterend oor, samen zoekend naar de beste oplossingen in alle openheid, transparantie en volle beschikbaarheid. Henk zei het al, 2013 was voor Baloise Insurance een uitzonderlijk mooi jaar. En dat danken we aan u, aan onze partners, aan onze collega's. Van harte bedankt voor jullie toewijding, steun en af en toe geduld. Bedankt.